zijn begonnen met acties bij Brinks omdat er een contract overgaat. Rabobank heeft gemeend om het contract te gunnen aan GSN. En GSN heeft twee vervoerders ingehuurd om het werk te doen, wat nu de medewerkers van Brinks doen. In onze ogen moet dan gewoon het personeel van Brinks over naar de nieuwe vervoerders. En dat weigeren de nieuwe vervoerders. Die willen hun eigen personeel aannemen. En de Brinks-medewerkers zijn van harte welkom. Alleen ze moeten gewoon solliciteren. Terwijl wij zeggen, nee, het contract gaat over. Dus de Brinks-medewerkers moeten gewoon met het werk mee naar de nieuwe vervoerders. Vorige week, donderdag, zijn we begonnen in Rotterdam, Amsterdam, of Arnhem, Amsterdam, Best, Houten gisteren. En vandaag zijn we dan in Zwolle. In Zwolle betekent in ieder geval de acties dat wij de mensen hebben gevraagd vanochtend om, en dat hebben de kaderleden gedaan, hebben de mensen opgeroepen en gevraagd om vandaag actie te voeren. En die actie houdt in dat de geldautomaten niet worden gevuld. En tegelijkertijd hebben we gevraagd aan de collega's die niet direct daarmee zijn verbonden om solidair met ons te zijn, zeg maar met zij die die geldautomaten normaal gesproken vullen. Ja. Wat we wel doen is de retail, zeg maar, bedienen, omdat voor ons zorgvuldigheid voorop staat en daarnaast ook de veiligheid. De stemming is over het algemeen redelijk goed. De mannen die praten duidelijk wel een eigen zegje. Ze zeggen dat ze wat ze wel en niet willen. Sommige jongens die willen gewoon werken, maar over het algemeen zijn de meeste mensen bereid om mee te doen aan deze actie, om meer druk te leggen op onze verkrijgers van het werk. Want wij moeten een goed sociaal plan en we moeten goed werk voor de jongens houden. Zeker voor de kinderen, de jonge kinderen, de mannen met kleine gezinnetjes. Die moeten aan het werk blijven. De druk wordt steeds hoger. We merken in de hele markt dat het steeds moeilijker gaat worden. En ze hebben duidelijk door dat Brinks wel met een goed statement bezig is. Dus werk moet blijven en werk is er genoeg. Ja, dus de werkgever Brinks staat op zich wel achter jullie, zeg maar, de Nederlandse firma. Zover als Brinks achter ons kan staan, staan ze achter ons. Alleen zij staan ook met de rug tegen de muur, omdat onze grote werkgever, de Rabobank, het heeft laten afweten. Ja.